Wij gaan zo beginnen met de laatste workshop van vanmiddag. Daar komt nog iemand binnen. Welkom. We zijn nog niet begonnen. Wij gaan ons allemaal even start klaarmaken. Dus ga nog even gewoon rustig zitten. En de mensen die de bijeenkomst via de livestream volgen, welkom. Wij hebben zo de workshop Het Nieuwe Organiseren met Thijs Polvliet van Social Zoo. Hij zal zo dadelijk zelf meer vertellen. In de zaal ga ik even vertellen. Iedereen heeft een microfoon voor zich. Als je wat wil vragen, dan is het handig om even de microfoon aan te zetten. Gaat er een rood lampje branden? Want dan kunnen de mensen die de livestream volgen, die kunnen het ook verstaan. En daarna kan de microfoon weer uit. Als je de microfoon indrukt, ben je ook in beeld. Even zwaaien. Thijs, ben je er klaar voor? Nou, prima. Dan ga ik jou de microfoon geven. Alsjeblieft. Okay. Dankjewel, Annemiek. Welkom, ik ben Thijs Polvliet. We hebben een mooi klein groepje, wat ideaal is. Want ik heb een uur de tijd. En ik was niet van plan om echt daadwerkelijk een uur lang achter elkaar te gaan praten. Ik kan me niet voorstellen dat A, jullie een uur kunnen luisteren, B, ik een uur achter elkaar lang door kan praten. Dus dat was ik ook zeker niet van plan. Dus ik hoop dat we een beetje het leuke interactieve gebeuren van kunnen maken. Heel kort iets over mezelf. Ik heb twee organisaties waar ik voor werk. Ik ben trainer bij Social Zoo. Wij geven cursussen in social media en onder andere dit soort lezingen. En ik ben bestuursadviseur bij gemeente Amsterdam. Jullie kunnen me bereiken op allerlei verschillende manieren. En dat staat hieronder. Ik zal deze presie ook delen met jullie, zodat jullie niet alles hoeven over te typen aan mogelijk interessante dingen die ik al dan niet probeer te zeggen. Ik was eigenlijk wel benieuwd vooraf wat een beetje jullie verwachtingen zijn ten aanzien van wat ik hier ga vertellen. Ik heb een verhaal dat ik wel weet van wat ik ga vertellen. Maar ik wil eigenlijk ook wel kijken van wat voor zaken zijn jullie hiervoor naartoe gekomen speciaal. Hebben jullie nog bepaalde wensen die jullie zouden mee willen geven aan me? Wat zijn jullie verwachtingen? Wie kan ik het woord geven? En graag even het knopje indrukken, zodat de mensen thuis dat mee kunnen doen. Waar ik wel naar op zoek ben, is om te kijken inderdaad hoe je met de vrijwilligers kunt werken en dan inderdaad bepaalde organisaties kunt opschalen. Ik hoop dat je daar ervaring mee hebt. Hoe bedoel je opschalen? Nou, dat je begint misschien met een workshop voor 10, 20 personen, maar dat je inderdaad op een gegeven moment 500 mensen wilt bereiken. Okay. En hoe je dat organiseert. Oké, prima. Helder. Ik ben vooral benieuwd naar nieuwe manieren, andere manieren. Ik heb zelf denk ik ook al redelijk wat ervaring in het anders organiseren. Maar ik ben wel benieuwd of jij nog weer andere ideetjes hebt. Dus formats eigenlijk. En tegelijkertijd ben ik ook benieuwd naar businessmodellen van nieuw organiseren. Okay. Dus hoe krijg je dat financieel rond? Oké, dat is een interessante. Dus financieel en andere manieren van organiseren. Welke modellen zijn daar? Oké, helder. Andere vragen uit zaal? Ik ben Joshua, ik werk bij de UvA. Bureau Communicatie. En ik ben namelijk benieuwd hoe de kennisdelen aspect van deze programma is. Dat wij hebben gewoon een aantal mensen op werk die met social media en andere dingen bezig zijn. En we willen dat graag gewoon verspreiden. Het is nogal een grote onderneming, de UvA. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe we dat naar alle communicanten in de organisatie en zo. Wat voor ervaring je daarmee hebt. Oké. Dus jullie hebben veel kennis in huis, wat logisch is voor de UvA, zei je toch? De universiteit? Ja. Dat en klopt. Hoe zorg je ervoor dat je die zo breed mogelijk verspreidt? Dus niet alleen in een smalle groep, maar gewoon over de hele organisatie. Inderdaad, ja. Oké. Nog andere? Oh, nog microfoon. Oké. Opschaling, financiering of andere modellen en zo breed mogelijk in de organisatie. Wat ik straks ga vertellen zijn het begin eigenlijk van het Open Innovatie Festival in 2009. Hoe zijn we dat begonnen? Hoe is dat doorgegroeid naar 2010? En hoe is daar vervolgens Train Je Collega uitgekomen?
Dan zal ik doorgaan naar eigenlijk twee onderwerpen. Eén, de fenomenen die je tegenkomt bij het organiseren van zoiets. En hoe ga je daarmee om? Hoe maak je daar zo goed mogelijk gebruik van? En twee, de how-to's. Dus zeg maar de tips. De tips en trucs die je kan doen. En dan zal ik zorgen dat jullie verwachtingen zo goed mogelijk worden meegenomen in dat verhaal. Ik zal eerst een klein beetje met wat iets van theorie beginnen. Een van de belangrijke schrijvers op het gebied van social media is Clay Shirky. Dat is een populair wetenschappelijke schrijver. En hij bekijkt het social media, ziet hij als volgt. Hij bekijkt vanuit een economische blik. Hij gebruikt ervoor het Cho's-theorema. Dat gaat over transactiekosten en externe effecten. En wat hij doet, is dat hij, of zijn mening op dit gebied, is dat vroeger kon je bepaalde dingen niet organiseren, of heel moeilijk, die je nu wel kan organiseren. En daarvoor zijn er social tools in gebruik. Wat hij daarvoor bijvoorbeeld als voorbeeld geeft, is de fotowebsite Flickr. Ook foto's van het Open Innovatie Festival staan erop. Volgens mij met ongetwijfeld hekje OIF 2011. Als je daarop zoekt, dan krijg je alle foto's van iedereen die geüpload zijn naar Flickr over het Open Innovatie Festival 2011. Stel nou dat je niet zo'n website had. Je had niet zo'n social tool. Maar je wil toch al die foto's gaan verzamelen. Ja, dan is het een enorme organisatie als je dat wil gaan doen. Moet iedereen vragen, wil je foto's naar ons opsturen? Dan gaan we ze kopiëren, dan plakken we ze in. Dan moet je dat, er zijn tientallen organisaties die doen. Moet je overal natuurlijk, overal langs. Alle deelnemers, alle mensen die in de zaal zitten, moet je er vragen. Dat is bijna een onmogelijke organisatie. En wat social media gedaan heeft, is ervoor gezorgd dat je nu dingen kan organiseren die je vroeger gewoon niet kon organiseren. Ik denk niet dat je iets als het Open Innovatiefestival vroeger had kunnen organiseren zonder internet. Het gaat ook over een groot deel over internet. Maar je had het niet kunnen organiseren zonder die social tools. En dat heeft dus gezorgd voor eigenlijk in zijn mening een aanpassing van dat theorema. Waarbij je dus zegt van, oké, je hebt individuen die af en toe iets voor jezelf kunnen doen. Maar iets wordt groter, dus het moet gaan samenwerken in instituties. En eigenlijk dat begrip, dat onderscheid tussen individu en institutie, is een beetje aan het vervagen. Daar zal ik straks nog even op terugkomen. Hoe begon nou eigenlijk het Open Innovatie Festival? Dat is 2009, dat is een beetje een geschiedenisverhaal dit. Begon eigenlijk met één persoon, Kim Spinder. Die ook nog steeds aan het hoofd staat van het hoofd staat is niet het goede woord. Maar ze is de informele leider zeg maar, van het Open Innovatie Festival. Het begon ermee dat onze gemeentesecretaris, Henk de Jong, een week weg was op vakantie. En iemand binnen de organisatie vond het wel leuk om Henk voor een week te vervangen. Dat heeft ze ook gedaan, daar heeft ze over geblogd. Nou, allemaal hartstikke aardig. Maar het was vooral leuk voor diegene persoon die het deed, de rest van de organisatie. Ja, die had hij niet zo gek van aan. Dus op een gegeven moment was het, precies aan deze week 2 jaar geleden, dat onze gemeentesecretaris weer een week weg was. En Kim dacht van, nou, daar moeten we gewoon iets mee doen. Ik bedoel, hij is weg, daar gaan we iets mee verzinnen. Zij kwamen toen op het idee van, stel dat we allemaal Henk de Jong kunnen zijn voor een week lang. Weet je, wat zouden we nog gaan doen? Daar hebben we over nagedacht. Uiteindelijk is daar, het begon eens met de week van het nieuwe werken, dachten we, laten we het daarover gaan hebben. Maar ja, het nieuwe werken vonden we toch een klein beetje een iets wat belegen term. Dit is 2 jaar geleden, dus het is, inmiddels is het nog een stuk belegener geworden. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot het Open Innovatie Festival, waarin we gewoon dachten, laten we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om iets te vertellen bij de gemeente Amsterdam. Een workshop geven, een lezing geven, een cursus geven. En kijken hoe ver dat komt. We hadden geen budget, dus we moesten zoveel mogelijk maar regelen. We moesten maar mensen bellen. Vragen van, goh, mogen we een zaal hebben? Dat kost geld bij ons. Als je de raadzaal wil hebben, dan kost het gewoon geld. Maar dat hebben we niet. Dus we moeten vragen, mogen wij hem hebben? Dus een boel geregeld. En uiteindelijk allemaal een hele korte termijn moeten regelen. Dat heeft toen geresulteerd in een week lang met gewoon 80, 90 lezingen en cursussen over 7 of 8 locaties. Met allemaal verschillende thema's. Echt van de zonnegroet tot aan persoonlijke effectiviteit. Tot naar de afsluiting door burgemeester Cohen. Wat wel echt heel bijzonder was. We waren ook trending topic nummer 1 in Nederland. Dus dat heeft toen best wel voor een golf veroorzaakt. Eigenlijk in gemeenteland en in overheidsland. Toen kwam het jaar daarop.
En toen bleek inmiddels al dat heel wat gemeentes ook enthousiast waren geworden over Open Innovatie Festival. En dat er een heleboel mee wil doen, zelfs in het buitenland. Vandaar ook het nieuwe logo met het coole Engelse term innovation in plaats van innovatie. Ja, en dat ging eigenlijk, wat dat betreft, is dat ook een gigantisch groot succes geweest. Waarbij ik niet, voor mijzelf persoonlijk heb ik Amsterdam gedaan. En wat we daar toen deden, naast alle lezingen en dergelijke, we wilden het klein opzetten in het begin. Wat totaal niet gelukt is. Dat was weer veel te groot en weer veel locaties en tientallen lezingen, weet ik veel. Wat we eigenlijk dachten, er waren best wel wat mensen die graag mee wilden praten, mee wilden denken. Over nieuwe werken, over gebruik van social media, over gewoon nieuwe vormen van je werk doen. Maar die kwamen wel achter dat als zij bij een gemiddelde lezing waren, dat dat vaak heel veel veronderstelde kennis aanwezig was. Dus ze gingen vanuit dat iedereen twitterde. Ze gingen vanuit dat iedereen wist wat Prezi was. Ze gingen vanuit dat iedereen wist wat RSS-feeds waren. Nou, ga zo maar door. Dus toen dachten we, laten we nou gewoon voor dit festival, laten we nou een korte programmalijn doen. Noemden het, waarbij we gewoon vragen aan mensen van, goh, weet je, jij weet hoe Twitter werkt. Vind je het leuk om even aan een collega uit te leggen hoe Twitter werkt? Nou, dat hebben we gedaan. Er waren toen 3 cursussen in totaal, maal 3. Er werden 3 keer gegeven voor op het gebied van Twitter, online samenwerken en Yammer. En die cursussen waren tot onze grote verbazing echt een gigantisch succes. Ik bedoel, we hoopten het wel, maar echt gewoon, weet je, vol mensen moeten weigeren. Dat eigenlijk dachten van, nou, dit is wel, dit hadden we niet verwacht dat dit op deze manier zou gaan. Toen kwam eigenlijk het idee van, stel nou dat je zo'n week, leuk alle lezingen en dergelijke, die zijn best wel gaaf. Maar stel nou dat je dit onderdeel eens pakt en daar gewoon een hele week van maakt. Hoeveel mensen zou je dan kunnen opleiden in zo'n week tijd? Ik ben even gaan rekenen. Ik ben wel van mening dat als je iets doet, dat je een klein beetje hoog van de toren moet blazen. Ik bedoel, er is ook een reden, we hebben het ook echt innovatiefestival genoemd en niet het innovatielezingencircuitje of zo. Nee, gewoon een groot. Ik bedoel, je wilt even iets neerzetten, dus je moet van tevoren laten blijken. Ja, hoe wil je het aanpakken? Dat hebben we toen Train Je Collega genoemd en we hebben toen dat online gezet. En we hebben gewoon gezegd, wij willen 100 cursussen aanbieden. En 10 ambtenaren per cursus. Dus wij willen in totaal 1000 ambtenaren de mogelijkheid geven om een cursus te volgen. En dat in 1 week tijd. Nou, dat was niet zo makkelijk. Daarvoor er ging wel iets aan vooraf. Namelijk dat ik heb met 2 andere collega's voor het grootste deel gedaan. Waren een beetje de kernorganisatie. Dat we wel dachten, ja, we hebben onze gewone baan daarnaast. Eén was Graciela de Wint, die is communicatieadviseur. Ander is Anne-Claire Frank, die is organisatieadviseur. En ik zelf bestuursadviseur. En we hebben gewoon onze reguliere, best wel drukke baan ernaast. Dus als we dit gaan organiseren, dan gaaf idee. We moeten het wel zo organiseren dat we dit erbij kunnen doen. En het moet wel een beetje in de verloren uurtjes, tijdens de lunch, avonduurtjes, een beetje in het weekend. Moeten we het kunnen doen, maar het moet niet al te gek worden. Dus we hadden wel wat nodig. En een van de dingen die we nodig hadden was een grote steun van onze gemeentesecretaris. Want die moest best wel wat promo doen voor ons. En die moest ook de ruimte geven aan medewerkers om zo'n cursus te volgen. Ik bedoel, als mensen die wat fanatiek zijn en die cursus volgen, we hebben er geen kwotum op gezet of zo. Maar voor hetzelfde geld zijn ze een halve dag, in die week zijn ze weg. En dat moet wel mogen van hun baas. Plus, er was nog een ander gewoon praktisch iets. Als er zich een heleboel mensen gingen inschrijven, je weet hoe het is met zo'n cursus. Mensen schrijven zich uit of ze vragen van, oh, ik kan vandaag niet, kan ik volgende week. Mag mijn collega ook meekomen? Ja, allemaal niet te doen. Dus dat moesten we allemaal automatiseren. Dat moest automatisch kunnen. Dat kon nog niet en daar hadden we geld voor nodig. En dat is met Open Innovatie Festival, hebben wij gewoon geen geld. Dus dat was ook dat was wel een uitdaging. Ik ben toen in het voorjaar ben ik naar Henk de Jong toegegaan. Ik heb in totaal 4 minuten bij de beste man gezeten. Dan heb ik in 2 minuten daarvan heb ik besteed aan het uitleggen van een idee. En 2 minuten daarvan heeft hij besteed te zeggen dat er geld komt. Dat hij zelf 4 cursussen ging geven. Dat hij promo ging geven bij zijn directeuren. En dat we gewoon aan de slag moesten. Zo gezegd, zo gedaan. Dus toen hebben we dat gedaan. Nou, we waren daar, dat systeem was er.
Toen hebben we deze poster hebben we, overal opgehangen. We hebben promotie gemaakt. En het was voor ons best wel tricky. Want ja, er staat hier wel vrolijk 100 cursussen. Maar er zijn toch echt cursusleiders die dat moeten gaan geven. Dus je moet wel een beetje, dat is een beetje een gok. Ik bedoel, voor hetzelfde geld biedt niemand zich aan om een cursus te geven. We hadden van tevoren namelijk een beetje bedacht, als een trainer nou 4 uur cursus geeft, dan hebben we ongeveer 25 à 30 hebben we nodig. En die kunnen dan elk 4 cursus geven, bij ons cursussen. Dus, maar dat is nog best wel veel. Dus hoe doe je dat? Nou, uiteindelijk hebben we, ik zal straks komen op de dingen die goed werken, maar uiteindelijk via ons eigen netwerk is dat best wel gelukt. En dat ging eigenlijk wel goed en dat was wel spannend. Ja, het resultaat is dat we uiteindelijk 41 trainers hebben gehad die in totaal 68 cursussen hebben gegeven. En er zijn 540 ambtenaren zijn er opgeleid in 1 week tijd. Ja. En er zijn opgeleid in 1 week tijd. En die zijn van allerlei verschillende cursussen hebben ze gekregen. Van simpele social media tools als hoe werkt Facebook, hoe werkt Twitter, hoe werkt Prezi. Tot meer persoonlijke skills, online reputatiemanagement. Maar bijvoorbeeld ook hele praktische dingen, zoals het vervoegen van werkwoorden of hoe je helder kan schrijven. Nou, dat soort zaken, dat is dus hartstikke goed gegaan. Onze gemeentesecretaris heeft zelf uiteindelijk 1 cursus gegeven. Gedwongen deels door zijn staf onder het mom van, ja weet je, dat 4 cursussen, zoveel tijd heb je ook weer niet. Er zijn best wel belangrijke dingen te doen in Amsterdam. Dus hij heeft er eentje gegeven voor 25 man over zijn persoonlijk leiderschap of inspirerend leiderschap. Ik heb een kort filmpje over hoe ongeveer de week er een beetje uitzag. Ik zal niet het hele filmpje laten zien, maar dan krijg je een beetje een indruk van hoe dat in Amsterdam eraan toe ging. Volgens mij geeft dat wel een beetje een indruk van hoe die week was. Jullie zagen onder andere nog wethouder Erik van den Burg. Dat is de wethouder personeel en organisatie. Die heeft de aftrap gedaan. En het was ook wel belangrijk om hem erbij betrokken te hebben. Omdat het gewoon wel een onderwerp is dat erg op personeel en organisatiegebied erg is gaan leven. Van hoe zorg je in tijden van toch... kleiner worden de budgetten voor personeelsontwikkeling, dat je toch dit kan blijven doen. En verder is allerlei sfeerbeelden van cursussen tussendoor en dergelijke. En dat is allemaal een hartstikke leuke, positieve week. En dat heeft ook, het aardige is ook dat het ook opgepakt is door de pers. In dit geval letterlijk de pers. Het gratis krantje De Pers. Die het gelezen hadden, artikel erover geschreven heeft. En op een gegeven moment, dat is echt een beetje een soort kleine 15 minutes of fame-achtig verhaal geworden. Dat je op een heleboel websites dat artikel is herplaatst. En uiteindelijk heeft Business News Radio een hele leuke rapportage gemaakt. Die vrijdagochtend tijdens de spits uitgezonden. En wat het heel leuk is om daardoor een beetje landelijke exposure te krijgen van het alternatief. En ik hoop ook van harte dat het ook iets is dat een landelijk iets gaat worden. Ik zou het heel fijn vinden als dat gewoon meerdere dingen kunnen. Want volgens mij, een van de redenen die we echt hadden om trainingcollega te gaan doen, is omdat wij gewoon echt heilig in geloven dat er gewoon heel veel kennis in de organisatie zit, die heel makkelijk te delen is en die er eigenlijk niet uitkomt. Er zijn een heleboel mensen, het leuke is ook dat er wordt dubbel geleerd. Dus zowel de cursisten als de mensen die de cursus geven, leren ervan. Heel veel van de trainers. Er zaten sommige ervaren trainers tussen, maar eigenlijk het merendeel waren mensen die het gewoon leuk vinden om te trainen, om trainingen te geven, dus om te leren trainen. En dus voor hun was het ook nieuw. En je merkt ook, en dat zeiden ze zelf ook,
In het begin, de eerste training was vaak wat onwennig. De tweede ging het al wat beter. De derde en vierde ging eigenlijk best wel soepel uiteindelijk. Nou, wat ook nog een ander leuk voordeel was bij Train Je Collega, was dat wij hebben een heleboel organisaties binnen de gemeente. Tussen de 35 en de 40. Als je de stadsdelen meerekent, als je de bedrijven meerekent, als afvalenergiebedrijven of de haven. En die zien elkaar eigenlijk niet zo snel. Maar bij deze cursus dus wel. Dus daar kwamen gewoon, het maakt niet uit als jij Twitter wil leren, dan kan je van elke organisatie komen die er was. Ik heb het even geanalyseerd van alle aanmeldingen waar ze vandaan komen. We zijn uiteindelijk van 33 organisaties zijn er cursisten geweest. Dus we hebben echt heel gemeente Amsterdam weten te bereiken. En ik ben daar best wel trots op dat dat gelukt is. Want ja, er zijn niet zo heel veel momenten waarbij het je lukt om de hele gemeente ergens bij te betrekken. Zijn er voor zover vragen over Train Je Collega of de organisatie daarvan? Er ging waarschijnlijk heel veel tijd in zitten om collega's te trekken om die trainingen te geven. Dus veel communicatie en veel gesprekken hebben jullie gehad. En ook die urenverantwoording, kregen jullie die? Konden jullie, ja, wij hebben dan katsenurenregistratiesysteem van de gemeente. Ik weet niet hoe jullie dat hebben bij in Amsterdam. Maar dat, het was geoorloofd om dan collega's te trekken, die tijd te besteden aan die collega's, plus die workshops en alles eromheen te organiseren. Ja, voor mij, als ik het voor mezelf persoonlijk betrek, ik heb in mijn popformulier, om het zo maar te zeggen, staan dat ik 10% van mijn tijd mag besteden aan open innovatieachtige zaken. Dus mijn 10% ging hierin. We hebben geen urenregistratie als zodanig. Wel een heleboel organisaties hebben het wel, maar wij niet. Althans, mijn organisatie, de bestuursdienst, die heeft dat niet, die past niet toe. Over je vraag of er heel veel uren in ging zitten in het begeleiden van die trainers, dat viel dus eigenlijk wel mee. Ten eerste hadden we zijn er heel veel mensen uit ons eigen netwerk. Dus mensen die we toch al sowieso spraken, die we via kenden. Plus we hadden ook de trainers, die moesten ook een heleboel dingen zelf aangeven. Gewoon simpel iets. We hadden een formuliertje in Google Docs, waarin mensen konden zeggen wat ze gingen doen, beschrijving erbij, dingetje. En daar hoefden wij verder dan niks mee aan te doen. Dus als mensen eenmaal hadden gezegd, ik wil wel gaan trainen, oké, hier is je link. Dus konden ook trouwens direct via de website, konden zij zich ook al opgeven, wat er ook dus heel veel gebeurde. En daarmee was voor ons eigenlijk het werk wel klaar. Dus we hebben het aan het daadwerkelijk instrueren van die trainers en dergelijke, hebben we helemaal niet zoveel tijd hoeven besteden. Dat viel best wel mee. Veel van onze tijdbesteding zat eigenlijk meer in faciliteiten regelen bijvoorbeeld. Dat was veel werk. Nou, ook natuurlijk wel persoonlijk één-op-één dingen. Maar ook gewoon, je kwam wel achter dat sommige dingen, ik moet anders formuleren, zeg maar onnodig veel tijd. Dingen als locaties regelen, was eigenlijk mijn mening van, dat is best wel een gedoe om dat te doen. En dat was helemaal niet nodig om dat op die manier te regelen. Dat was best wel veel werk. En dat was trouwens bij het OEF was dat ook zo. Het valt toch elke keer weer tegen hoeveel je daarvoor moet regelen. Maar goed, maar we hebben dus wel, natuurlijk moet je de tijd in steken, maar dat was allemaal best wel ruim binnen de grenzen. Dat viel best wel mee. Daar zal ik zo op terugkomen over hoe we dat dan onder andere deden. Zijn er nog andere vragen over Open Innovatie Festival of Train Je Collega? Nee, maar dan kan ik door naar het aantal fenomenen dat je tegen gaat komen als je iets als een Open Innovatie Festival of Train Je Collega tegenkomt. Ik heb er een viertal weten identificeren waar je mee te maken zal krijgen. Nou, de eerste, het zal niet heel verbazen in een overheidsorganisatie, is skepsis. Ik heb daar een filmpje voor en ik ga even kijken of dat lukt qua volume. Een beetje zonde als jullie niks kunnen horen. En anders me. Gaan proberen. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called fire. Now, according to its developers, fire can be used for cooking, as a heat source, and to scare away those unwanted wild animals. Your thoughts? My first impression is it looks dangerous. Yeah. And if it gets hot, then it could burn me. Yeah. It
it's so unsymmetrical. How do you turn it off? Well, you'll pour cold water on it. I don't like the red colour. When I think of red, I think of blood. And when I think of blood, it reminds me of death. And when I think of death, it reminds me of the eternal underworld. Does it come in green? No green. If there was a cold fire that didn't burn, maybe I would buy me one of those. Green. It's amazing that they paid people to come up with such crap. Fire. Komt dit enigszins bekend voor bij iemands organisatie? Heeft iemand hier wel eens ervaringen mee met dit soort ideeën die nek omgedraaid worden? Nou ja, kijk, je hoort natuurlijk gewoon om je heen ook wel van over Twitter. Hè, bijvoorbeeld van, dan moet ik zeker zeggen dat ik koffie ga drinken. Hè, en daarmee wordt Twitter afgewezen, om er iets te noemen. Hè, dat komt op hetzelfde neer. Ja, ja. De anderen nog die... Die zoiets hebben. Ja, het is een. Ik bedoel, er is niks mis. Als iemand iets een slecht idee vindt, dan heb ik er geen enkel probleem mee om dat ook te horen dat het een slecht idee is. Dat is mooi, omdat dat kan me behoeden voor de meest stomme dingen om te doen. Skepsis daarentegen, en vooral om precies te zijn, ongezonde skepsis. Ja, daar schiet je niet zo gek veel mee op. En als je een idee hebt als we gaan. Open Innovatiefestival doen. We gaan heel veel lezingen en workshops organiseren. En al die mensen die komen gratis. En we krijgen alle zalen krijgen we gratis. En het is niet alleen toegankelijk voor ambtenaren, maar ook voor burgers. En dan zeggen mensen, ja, je bent een beetje helemaal gek geworden. Of als je zegt, ja, we gaan 1000 ambtenaren gaan we opleiden in 1 week. En dat gaan we ook allemaal zonder budget doen. En we gaan allemaal trainers gaan we binnen de gemeente regelen en locaties ook. Ja, dan zul je niet snel mensen... Sommige mensen die vinden het wel fantastisch in 1 keer. Dat zijn de mensen die je moet hebben. Andere mensen zullen zeggen van, nou, ik moet nog maar zien of het werkt. Er is niks mis met skepsis tegenkrijgen. En dat is ook niet iets wat je zou moeten weerhouden. En er is namelijk ook een perfect antigif tegen. En dat is namelijk je intrinsieke motivatie. Ik vind het een heel hilarisch plaatje over twee honden die niet bepaald intrinsieke motivatie hebben om het water in te gaan. Maar wat ik bedoel met intrinsieke motivatie is dat je iets doet omdat je het zelf wilt. En naar mijn mening is het een van de meest krachtige middelen die er is om iets te bewerkstelligen. Als jij iets leuk vindt, als je ergens in gelooft, en dat bij het Open Innovatie Festival was dat zo, geloofden wij dat social media, en dat geloven we nog steeds, de gemeente en de samenleving enorm kan helpen. En alles op een open manier doen, de samenleving kan helpen. Of op het gebied van train je collega. Als wij denken dat ambtenaren iets waardevols weten of een vaardigheid hebben die zij kunnen overdragen aan andere ambtenaren die vervolgens ook iets aan hebben. Als je dat gelooft, als je daarmee iets gaat doen, ja, dan heb je ineens intrinsieke motivatie te pakken. En dat is, dat kan voor zoveel dingen zorgen om iets te organiseren. Ten eerste, je wordt er gewoon heel enthousiast van. Dus je enthousiasme werkt over het algemeen aanstekelijk. Als je het een beetje goed kan weten over te brengen. Ja, dat zorgt er ook voor dat een heleboel mensen het leuk vinden om daaraan mee te helpen. Maar het zorgt er ook voor, als je iets gaat organiseren samen met andere mensen. En zij vinden iets wat je doet belangrijk en leuk. Ja, dan hoef je ze niet meer zelf te motiveren. Je hoeft niet meer na te denken over wat hebben zij eraan. Hoe zorg ik ervoor dat ze betrokken blijven bij het project? Hoe zorg ik ervoor dat het draaglijk is? Hoe zorg ik ervoor dat het commitment is? Ja, dat is allemaal niet meer nodig op het moment dat je intrinsieke motivatie hebt. Want dan wil je het zelf wel. Derde is formeel versus informeel. En wat ik hier eigenlijk mee bedoel is de formele organisatie die we hebben. Gewoon onze formele structuur zoals die op de website staat van Utrecht.nl en Amsterdam.nl. En de informele organisatie. Wie kent wie, de rookhokken, hoe zorgen dat je dingen kunt regelen. Eigenlijk is iets de organisatie als dit soort projecten, dit soort weken,
is er vooral een informele organisatie. Dat zijn mensen die elkaar door de organisatie heen gevonden hebben om het te gaan doen. Het is niet zo dat er een projectbureau Open Innovatie is die het Open Innovatie Festival regelt. Dat is al mooi trouwens, maar dat is niet zo over het algemeen. Dus het zijn mensen die bij elkaar komen en vaak, althans in het geval die ik ken, aan hun eigen leidinggevende vragen, mag ik wat tijd besteden om dit te organiseren? Dus het is vooral een informeel gebeuren, ook hoe je dingen regelt. Als je een gratis zaal van iemand probeert te regelen, ja, dan ga je toch even wat andere wegen wandelen dan de formele brief, want over het algemeen schiet het niet echt heel erg op. Echter, de formele organisatie is nog steeds wel heel erg belangrijk. Je hebt echt, in dit soort gevallen, als je steun van boven hebt, dan kan je alles een stuk makkelijker regelen. En het zorgt ook voor dat je gewoon een soort draagvlak hebt en dat je ook een richting hebt waarvan je denkt van deze kant die we nu opgaan, dat is een goede kant. In het geval van gemeente Amsterdam is Henk de Jong, die ook fanatiek twitteraar is op @HenkDeJong020, die is een groot voorstander van. Hij zei ook, de eerste keer dat we het deden was hij het natuurlijk niet. Dat vonden we zelf echt best wel grappig eigenlijk. En daarvoor heeft hij wel, maar om dat een beetje te compenseren, het jaar erop was hij er wel. Dus heeft hij de afsluiting helemaal gedaan, want dit vond hij wel heel erg leuk om te doen. Hij wilde er wel alles van weten en hij wilde ook dat we ermee doorgaan. Maar hij wist ook, ja, het is een informele organisatie. We doen het omdat we het zelf willen en als we het niet doen, dan doen we het niet. Dus hij wist eigenlijk dat hij er ook helemaal niks over te zeggen had of het Open Innovatie Festival kwam. Hij kon het wel gaan bevelen aan ons. Maar dat schoot niet echt op, want wij hadden gewoon onze reguliere baan. En wij deden het er voor een groot deel naast en voor een groot deel ook in onze vrije tijd. Dus hij zei ook bij de afsluiting van vorig jaar van, nou, ik ben benieuwd naar 2011, maar ik zie wel of er komt, ik heb er niks over te zeggen. Wat wel leuk is als de hoogste ambtenaar dat zegt. Hij heeft voor Train Je Collega, hadden we specifiek aan hem gevraagd. Want we voorzagen een beetje dat sommige mensen zich wel in wilden schrijven, maar niet zeker wisten of het mocht van hun baas, of dat misschien hun baas zou dwars liggen. Omdat er gewoon, ja, urgentere zaken waren dan het volgen van de cursus. Dus wij hebben specifiek gevraagd, wil jij voor ons een filmpje opnemen waarin je mensen uitnodigt om te gaan doen? En wil je ook iets zeggen tegen de leidinggevende? Nou, dit is dan het filmpje. Collega's, we hebben een mooi aanbod voor je. Van 31 oktober tot 4 november, 1000 collega's in training in 100 workshops. En dat gaan we in 1 week fantastisch doen. Waarom moet jij daar zijn? Je kunt daar leren bijvoorbeeld hoe je omgaat met de Prezi, de nieuwe presentatiemethode. Ik kan er met pielen, maar over 2 weken kan ik er mee toveren. Online reputatiemanagement, ook voor mij niet onbelangrijk. Snel lezen, omdat het met allemaal minder collega's toch veel sneller moet. Wat denk je van conflicthantering? Ook niet onhandig in deze tijd. Of digitaal enquêteren. Wat vinden mensen eigenlijk van wat wij doen? En tenslotte, Jammer. Hoe kan je samenwerken op de digitale manier? Een paar voorbeelden van de 100 workshops die wij aanbieden de komende week. Tweede, je bent leidinggevende en je hebt een unieke kans. Zonder 1 euro uit te geven kun je jouw mensen laten scholen. Je bent ze misschien 2 uur kwijt, inclusief reistijd, en ze worden echt veel wijzer. Stuur ze naar minimaal 5 workshops toe en je hebt een waanzinnige investering gedaan zonder 1 euro. Dat is crisisproof. En tenslotte, mijn workshop gaat over het nieuwe leidinggeven. Wat dat is, vertel ik je in mijn workshop. Heel veel plezier in deze superweek. Train je collega. Doet u goed, hè? Ja, dat kan niet wel. Ja, dus dat voor ons was dat vooral dat nummer 2 dat hij zei, leidinggevende, stuur ze naar minimaal 5. Dat hebben sommigen ook te harte genomen trouwens. Dat was wel een belangrijke boodschap. Dat hielp al heel erg, we hoefden in ieder geval geen zorgen meer om te maken dat leidinggevende dat doen. Als ze het deden, dan deden ze dat. Maar goed, dan ging ze in ieder geval tegen de wil van Henk de Jong in, die uiteindelijk ook in baas is. Dus dat is wel, als je het hebt over formele versus informele organisatie, het organiseren gebeurt op een hele informele manier, maar de formele organisatie is nog steeds heel erg belangrijk. Nummer 4 van het fenomeen waar je mee te maken hebt is sociaal kapitaal. Weet iemand wat sociaal kapitaal is? Kan het uitleggen? Het is altijd een wat ik vind het een wat lastig begrip om uit te leggen, maar ik ga het gewoon mijn best doen.
sociaal kapitaal is, je hebt financieel kapitaal. En daarbij is het zo dat als ik een tientje iemand anders geef, dan heeft hij dat tientje, is een tientje rijker, maar ben ik een tientje armer. Sociaal kapitaal is iets dat je hebt dat van waarde is, maar wat je iemand kan geven, maar dan ben je het niet kwijt. Sterker nog, je hebt je totale aan sociaal kapitaal vermenigvuldigd. Stel, ik ken iemand die jou enorm kan helpen bij jouw baan, bij een functie, bij een probleem waar je mee zit. Dan kan ik zeggen, ik zal even, hier heb je zijn telefoonnummer of zijn e-mailadres of Twitteradres. En ik zal even zeggen dat je hem dat hij met jou contact moet opnemen, of andersom, dat jij met hem contact neemt. Dat kost mij niks, maar die ander heeft er wel ineens zijn netwerk een beetje bij. Dus je eigen netwerk is een enorme bron van sociaal kapitaal. Ander sociaal kapitaal is gewoon de kennis die je hebt. Ik ben nu aan het vertellen wat mijn ervaringen zijn over het organiseren op een nieuwe manier, op een open manier. En die kennis die heb ik nog steeds. Straks hebben jullie die ook. Nou, dan hoop ik dat ik al in ieder geval iets heb bijgedragen en dat jullie daar ook in de toekomst iets mee kunnen. Waar je bij dit organiseren bij komt, waarom nou het Op Innovatie Festival zo'n groot succes was en is, is omdat je de sociaal kapitaal ben je enorm aan het vergroten. Je hebt gewoon mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam wonen, of die in Utrecht wonen, die heel veel weten op een bepaald gebied, zeg op het gebied van social media, daar hebben we het nu helemaal vaak over. En dat is hun werk. Die vinden het best wel leuk, en dat hebben we ook ondervonden, om iets te gaan vertellen aan de ambtenaren van gemeente Amsterdam of van gemeente Utrecht, over wat zij weten. Dat is mooi, want die kennis hebben ze A nog steeds. Maar B, nu hebben ook de ambtenaren van hun eigen gemeente hebben die kennis ook. Dus zij kunnen die ook gaan toepassen. Dus hij heeft op een hele goedkope manier zijn eigen gemeente wat efficiënter of effectiever gemaakt. En daarom, dus dat het Op Innovatieveld is gewoon gericht op het vergroten, zo groot mogelijk maken van sociaal kapitaal. Mijn trainingcollega was het wat duidelijk of minder duidelijk aanwezig, omdat het echt ging om cursussen. Maar als het gaat om lezingen en om kennis, dan ben je echt met sociaal kapitaal bezig. Ook dat mensen na afloop een beetje aan het bijpraten waren. Die van, oh wat leuk je daarmee bezig bent, ik ken die er ook mee bezig. Nou, dan heb je gelijk alweer een hele verbetering. Ja, tuurlijk. Ik zit erover na te denken om een soortgelijke activiteit ook te organiseren voor het bedrijfsleven. En ik geloof ook jouw stelling heel erg dat sociaal kapitaal vergroot wordt. Maar heb jij ook dat, zeg maar, weten te meten? Hè? Want bedrijfsleven wil altijd meten. Meten is weten. Kan je mij daarbij helpen? Indicatoren. Wauw. Dat is een hele goede vraag. Wat we in ieder geval wel meten, is het bereiken dat je hebt. Dus we hebben wel gekeken. Volgens mij werd er nu ook al een berichtje geplaatst door Kim over het Open Innovatiefestival. Dat nu al 200.000 mensen waren bereikt nog voordat het festival begonnen was. Voor bezoekers, mensen die tweeten, die het volgen. Er zijn een aantal van die tools die je kan gebruiken om te kijken hoe groot jouw bereik is. En met hoeveel mensen contact hebt gehad. Dat werkt voornamelijk op Twitter-gebied. Dus, maar dan heb je het niet zozeer over je sociaal kapitaal. Tot op zekere hoogte lastig te meten is. Maar dan heb je het voornamelijk over bereik. En hoeverre je boodschap dat je wilt doorvoeren is doorgekomen. Kijk, daar het Open Innovatie Festival is nog redelijk is schieten met haar. Er zijn heel veel verschillende onderwerpen. Maar ik kan me voorstellen als je iets concreters wil organiseren, met meer gericht op één onderwerp, zeg maar. En dat je dan heel duidelijk je bereik kan meten in hoeveel bereik je zou hebben gehad als je een advertentie had geplaatst. Of als je iets anders had geplaatst. Dus ik zou het op die manier zou ik het aanvliegen. Heb ik wel meteen daar een vraag op. Want als je zegt, als je een advertentie had geplaatst, dan zit daar ook weer bepaalde financiële middelen achter. Ja. Als je het hebt over sociaal kapitaal, heb je het ook heel snel over sociale overwaarde. Dus wat jij kan bieden of wat je in je netwerk hebt en waar mensen het leuk vinden om te helpen. Ja. Huren jullie ook mensen in voor die trainingen of voor die lezingen? Worden mensen ook betaald? Nee, expliciet niet. Mm-hmm. Dat doen we expliciet niet. Dat is namelijk ook omdat er zit ook wel een waarde in voor de mensen die de lezing geven. Namelijk dat zij, stel jij werkt in social media, of nou ja, ik heb een bedrijfje Social Zoo. Je vergroot een klein beetje je afzetgebied. Dus voor mij zit er ook weer waarde in dat ik eventuele mensen die kennis maken met mij en met het bedrijf, dat ook weten. Dus dat werkt twee kanten op. Dus ik hoef niet betaald te worden. Zeg maar. Dus inderdaad echt in die sociale overwaarde. Ja, inderdaad.
Dus daar is uitwisseling van geld is op dat moment gewoon ook nog niet aan de orde. En dat hoeft ook niet. Dus dat zijn de vier fenomenen waar je mee te maken krijgt bij het nieuwe organiseren. Ik zal door naar de how-to's en de tips. Want dat had ik jullie ook tips beloofd namelijk. Dus die ga ik nu ook aan jullie geven. De eerste is dat je geen budget moet gebruiken als je zoiets organiseert. Het werken zonder budget is echt fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden. Het is echt geweldig. Het zorgt ervoor namelijk dat je geen opdrachtgever hebt. En dat is heerlijk. Het werken zonder opdrachtgever is eigenlijk best fijn. Kijk, ik werk in de IT, dus ik heb ook mijn Prince 2 papiertje en dergelijke moeten halen. Dus ik ken alle processen die er zijn met opdrachtgevers. Ik ken de rollen van opdrachtgevers. Maar als je een week organiseert waar je dit soort dingen wilt doen, heb je niet zo gek veel aan een opdrachtgever. En heb je dus eigenlijk ook niet zo gek veel aan budget. Wat wij namelijk deden of gedaan hebben, is dat wij eigenlijk alles regelden via sponsoring. Dus wij vroegen gewoon, de zaalhuur is normaal, weet ik veel, een paar honderd euro voor de raadzaal. Zou je ons aan dat willen sponsoren? Vind je het belangrijk? En doordat we dat continu gewoon iets een tegenprestatie tegenover konden zetten, zou je de livestream willen sponsoren? En dat vraag je dan aan de directeur personeel en organisatie. Zodat je, zodat je andere mensen er ook van kan laten mee profiteren. Nou, zo knip je het allemaal op in dingen en heb je dat eigenlijk helemaal niet nodig om te doen. En dat werkt op een bijzonder, bijzonder fijne manier. Je hoeft voor jezelf ook niet meer na te gaan over hoe je schaarse middelen moet gaan allokeren. Want je hebt eigenlijk nog maar één schaars middel, dat is tijd. Je hebt geen geld er meer bij. Dus dat maakt ook weer jouw eigen beslissingen, maakt het ook weer een stuk makkelijker. Ik heb het geprobeerd dit jaar trouwens om wel iets met geld te regelen. Ik dacht, laat ik een soort van, een soort korte cursussen. Een aantal masterclasses voor MT-leden van gemeente Amsterdam organiseren op het gebied van het nieuwe werken. En omdat er wordt veel over gesproken, veel medewerkers vragen het ook aan hun MT. En heel veel van de MT-leden weten af en toe niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Dus ik dacht, ik heb niet zoveel tijd, laat ik gewoon eens vragen aan, wij hebben de Amsterdam adviesgroep. En aan hun vragen of zij dat voor me willen organiseren, budget, daarvoor aanvragen. En dan ga ik gewoon rond bij de directeuren. Dan ga ik gewoon vragen, goh, vind je het interessant, wil je er geld voor betalen? Dat ging voor geen meter. Dat ging gewoon niet. Ten eerste kost me meer tijd. Ik had het waarschijnlijk al zelf kunnen regelen als ik het niet op deze manier had gaan. Ik had dat makkelijk een aantal mensen bij elkaar kunnen doen, een zaaltje kunnen regelen, een brief schrijven naar de MT-leden, ze uitnodigen en dan was het al klaar geweest. Maar nu had ik een offerte, dus moest ik bij directeuren langs, moest ik uitleggen wat het was, moest ik vragen hoeveel geld, moest ik uitleggen waarom anderen geen geld betaalden, moest anderen weer wachten tot zij weer. Nou, het schoot allemaal niet op. Dus zonder budget veel fijner. Ik ga nooit meer anders doen. 6. Open organisatie. Dit plaatje heeft werkelijk niets te maken met. Je gaat wel heel erg uit bij dit verhaal van de gemeente, waarbij jij 10% in je pop, 10% in je pop wel geallockeerd hebt. Ja. Dus je zegt wel, het kost geen geld, maar tijd. Maar tijd is ook geld. Ja. Ja. Toch? Ja, dat is helemaal waar. Hebben jullie ooit wel eens zo'n doorberekening gedaan? Want hoeveel mensen hebben 10% in hun pop staan? Ik ben gewoon benieuwd, hè? Want ik ben helemaal voorstander van te werken zonder budget en te kijken of je dingen kunt sponsoren op een andere manier of voor wat hoort wat. Maar weet je, vanuit bestaande organisaties is het makkelijker dan wanneer je ook met commerciële of ZZP'ers zeg maar werkt. Ja, klopt. Kijk, je hebt helemaal gelijk. We hebben geen doorberekening gedaan naar personeelskosten en dergelijke. Natuurlijk zijn er kosten. We kregen dan wel de zaalhuur gesponsord. Dus voor ons als organisatie waren er geen kosten. Maar ja, de gemeente als geheel moet natuurlijk wel gaan voor die zaal en voor het licht en voor de livestream, weet ik allemaal wat betalen. Dus je hebt absoluut kosten, dat is ook zeker waar. Maar het is wel verdomme goedkoop. En als je vraagt hoeveel mensen nou 10% in hun pop hebben, ja, wat mij betreft te weinig. Kijk, een voorbeeld daarvan is Google. Die hebben 20% mogen medewerkers van de tijd en iets leuks besteden. En ze zijn erachter gekomen, zij houden dat veel meer bij op data en zo dan wat wij dat doen. Ze zijn erachter gekomen dat 50% van de producten die zij hebben zijn voortgekomen uit die 20%. Google Maps bijvoorbeeld is uit die 20% voorgekomen. Nou, een van de belangrijkste producten die ze nu hebben. Dit gaat weer terug naar het intrinsieke motivatie. Als jij mensen ergens zelf voor laat kiezen en zelf voor mee aan de slag laat gaan, zijn ze veel effectiever, veel beter dan als ze iets opgedragen krijgen.
Dus ik, wat mij betreft gaat iedereen dat 10% vragen. En ik heb het ook gewoon maar gevraagd hoor. En ik heb 4 bazen gehad in de tussentijd. En die vonden het alle 4 prima. Dus ik denk eigenlijk dat er best wel ruimte voor is als je dat zou willen. Ik moet even door, merk ik. Dit plaatje, dit heeft niks mee te maken. Dit gaat over de Open Organization of Lockpickers, staat er. Het is gewoon het eerste plaatje dat je krijgt als je zoekt op open organisatie. En ik vond het wel grappig dat dan lockpickers, de mensen die deuren openbreken, dan een open organisatie hebben. Wat betekent open organisatie voor mij? Heel simpel, dat iedereen mee mag doen met de organisatie. Wij wisten niet in 2009 en 2010... wie er nou eigenlijk allemaal precies meehielpen met Open Innovatie Festival in Amsterdam. Ik bedoel, wij hadden ook stadsdelen die meededen. Stadsdeel Noord deed mee, Stadsdeel Oost deed mee, Stadsdeel Zuidoost deed mee. Ja, ik had er natuurlijk wel een contactpersoon, maar ook daar waren mensen aan het werk. Het is best wel raar dat je iets organiseert, maar je weet niet wie jouw mede-organisatoren zijn. He, je kan gewoon willekeurige zalen lopen en ook naast een mede-organisator gaan zitten en dat nooit weten. Dat zorgde eigenlijk, als je een open organisatie hebt, zorgde eigenlijk ook wel weer voor heel veel gewoon dat je nieuwe mensen leerde kennen. Mensen met je, waar je normaal gesproken niet zo snel mee zou werken, maar nu ineens wel. Eigenlijk werk ik nooit met mensen uit stadsdelen. Terwijl nu dus ineens ben ik best wel wat mensen in de stadsdelen leren kennen en ook beter leren begrijpen waar ze mee bezig zijn en wat ze doen door zoiets te organiseren. Dus een open organisatie is ook iets dat erg is om aan te raden. Dat helpt ook trouwens als je geen budget hebt. Want je hoeft ook niet daadwerkelijk een heel plan van aanpak te schrijven waarin je beschrijft wat alle rollen zijn en dergelijke. Rollen zijn ook niet echt gedefinieerd in deze. Ik bedoel, je hebt wel een soort van meritocratie. Degene die het meeste doet, die heeft ook wat meer te zeggen. En die bepaalt wat meer de richting waar het op gaat. Maar dat is ook logisch. Maar vaste rollen of zo, als voorzitter of als projectsecretaris of dingen en zo, dat was allemaal gewoon niet aan de orde. Nummer 7. Ons eigen netwerk. Of jouw eigen netwerk eigenlijk, om dat jullie maar eens aan te spreken. Bijna alles van wat wij regelden gaat via ons eigen netwerk. Alle trainers die wij hebben geregeld, net trouwens niet alle trainers, maar ik denk de helft of driekwart van alle trainers die wij geregeld hebben met Training Collega, zijn mensen die wij via kennen. De lezers, die mensen die lezingen geven, de sprekers, de cursusleiders, ook allemaal mensen uit ons eigen netwerk. Je hebt meer mensen in je eigen netwerk zitten dan je zelf denkt. Ook omdat, als je het vermenigvuldigt, het hoeft niet eens in je eigen netwerk te zitten, maar als het gewoon een vriend van een bekende is, dan heb je ook al een heel snel contact. Van, goh, jij kent toch iemand die iets weet van dit, zou je hem niet kunnen vragen hoe dit werkt? En als je op LinkedIn zit, wat ik iedereen aanraad voor zover dat nog niet het geval is. Je krijgt heel mooi bij het beginscherm te zien hoeveel mensen je eigenlijk in je tweede lijn hebt zitten. Heb je eigenlijk je eerste contacten, nou dat zijn een paar honderd. Ga je naar je tweede lijn kijken en zit je gelijk in de 10.000, 20.000. Dat is gigantisch, dat gaat zo ontzettend hard. Dus eigenlijk je eigen netwerk is een van de grootste middelen die je hebt. En als je dat ook koppelt aan sociaal kapitaal. Dus hebben die andere mensen er ook iets aan als ze het kunnen doen? Kunnen zij hun eigen sociaal kapitaal ook uitbreiden als ze het hier gaan doen? Bijvoorbeeld doordat zij een sprekerspubliek krijgen. Bijvoorbeeld doordat zij beter worden in het geven van trainingen. Dan ben je eigenlijk al een heel eind. Nummer 8. Practice what you preach. Ja, dit is het gebiedje over tools en ik vind het een heel cool plaatje. Als je het een festival organiseert dat voornamelijk over social media gaat en trainingen geeft die voornamelijk over social media gaan, ja, dan moet je dat zelf eigenlijk natuurlijk ook wel doen. Wees daar ook een beetje experimenteel in. Als je heel veel hebt gehoord over Foursquare, ja, probeer het gewoon eens. Hoor je heel veel over social bookmarking, probeer ook een social bookmarking. En kijk eens of je er ook mee kan werken, of je het ook in de werksituatie kan gebruiken. Waar ik erg fan van ben geworden zijn inclusieve communicatiemiddelen, heb ik maar even mooi genoemd. Mail is een exclusief communicatiemiddel. Bijvoorbeeld, je krijgt alleen maar, ik stuur een mail aan 10 personen. Die 10 personen zijn de enigen die mail krijgen. Stel ik een probleem, ik stuur een aantal mensen met de vraag of ze mij kunnen helpen. Dan krijgen alleen die 10 mensen krijgen dat te zien. De andere mensen die misschien het antwoord wel weten, of iemand kennen die het antwoord weet, die zien die mail nooit. Een inclusieve communicatiemiddel ziet waarbij dat dus opengooit, dat iedereen dat kan zien.
Wij gebruiken Yammer, onder andere filmen, uiteraard ook Twitter. Uiteraard. En we hebben ook onze eigen interne systemen. En daarmee zie je al heel snel dat als je een vraag hebt, dat er vaak iemand anders is die misschien het antwoord niet helemaal weet, maar wel halverwege het antwoord weet. En het iemand anders is die het af kan maken. Dus hoe meer je gebruik kan maken van inclusieve communicatiemiddelen, hoe effectiever jou kan zijn. Oftewel, nou, Kim Spender is helemaal radicaal gestopt met e-mail. Ik moet nog even de rest van de gemeente zo gek krijgen dat ze het daar ook mee eens zijn. Mij lukt het dus nog niet helemaal. Maar het is wel, hoe minder je dat kan gebruiken, hoe beter het is. De andere is Google Docs. Het is een beetje een rommelig plaatje. We hadden in het begin al even een discussie over hoe goed is, weet je, moet je Google Docs nou wel willen gebruiken, ja of nee? Nou ja, kijk, we hebben een open organisatie, dus wat dat betreft, onze data is niet van ons. En onze gegevens zijn allesbehalve belangrijk en of vertrouwelijk. Dus wat dat betreft, daarvoor was Google Docs uitstekend te gebruiken. En voor ons maakt het gewoon heel veel makkelijker. Als wij onze trainer, wat ik net al zei, onze trainers, hadden we allemaal gewoon een formuliertje. En dat allemaal zelf hadden ze toegevoegd. Dat is wel mooi, want het scheelde ons weer heel veel werk. Met het regelen van adressen, e-mailadressen, trainers. We konden gewoon naar dat documentje gaan en ze allemaal in één keer mailen. En ook onze eigen dingen, onze eigen presentatie die we maakten, konden we allemaal op die manier delen. Dus maak daar zoveel mogelijk gebruik van als dat kan. Dit is een ander voorbeeld over crowdsourcing. Crowdsourcing is je hebt eigenlijk drie soorten manieren van iets uitbesteden. Nou ja, of van iets besteden. Je hebt insourcing, dan doe je het zelf. Je hebt outsourcing, dan laat je het iemand anders doen. Je hebt crowdsourcing, dan vraag je aan de massa of zij willen helpen. Dit zijn ook dingen als je bijvoorbeeld op sommige punten er niet helemaal doorheen komt bij een organisatie. Bijvoorbeeld, je kan niet eens worden over de naam. Dan kan je heel erg gaan nadenken over, nee, dit is een betere naam, want dit heeft een anagram van dit. Nee, dit is een betere naam, het is Engels en de URL is beschikbaar. Ja, dat is prima. Je kunt ook gewoon aan een heleboel mensen vragen, wat vinden jullie de beste naam? En degene die daar uitkomt, dat zal dan wel de beste naam zijn. Je kan dat crowdsourcingsgebied, dat trouwens ook dat eigenlijk al een heel oud principe is. Bijvoorbeeld, denk aan alle vroege prijsvragen waarbij je een slogan moest afmaken, dan kon je een fiets winnen. Nou ja, het kost voor dat bedrijf kost dat een fiets, maar ze krijgen wel duizenden suggesties voor een slogan. En mijn stelling is een beetje dat je eigenlijk crowdsourcing overal voor kunt gebruiken. Dit is een website die heet SiteTaker. Dit was de grote hit van het OIF vorig jaar. Waarbij je je relatieproblemen kon crowdsourcen. Je kon je relatieproblemen kon je opschrijven. Dit is dus, links staat een meisje die zegt van dat haar vriendje heeft commentaar over hoe ze zich kleedt. Dat is te conservatief. Zij schrijft op dat het allemaal meevalt. En hij schrijft op dat het helemaal niet meevalt en dat ze best wel even wat moeite kan doen. En dan kun je gaan stemmen waar je het mee eens bent. Ik heb maar op hem gestemd omdat hij achter stond, dus ik vond het een beetje sneu. Maar in ieder geval, zij staat ze heeft 2/3 van de stemmen. Dus je kan een heleboel kan je crowdsourcen. Dus als je het hebt over tools, als je het hebt over social media, gebruik ook social media in je organisatie. Kan iemand mij vertellen wat deze beste man aan het doen is? Weet iemand wat dit is? De downward dog. dit schijnt een van de moves te zijn van de zonnegroet. Er zit een soort inside joke achter die ik niet helemaal zal vertellen. Maar wat we hier hebben, wat dit om gaat, is empowerment van de vrijwilligers. Of van de sprekers en de lezers die er zijn. Wat we hebben gedaan, dat hebben we bij het eerste Open Innovatie gedaan, ook bij de cursisten. Dus ook over jouw vraag over hoeveel tijd was je kwijt met het begeleiden van trainers. Nou, dat is eigenlijk heel weinig tijd. Omdat wij er eigenlijk van uitgaan, er was namelijk één cursus bij Train Je Collega, mediteren. En dat is een vrouw die heeft 4 keer mediteren voor ambtenaren gegeven. Zij was een beetje aarzelend van, goh, past dat wel in het programma? Is het wel iets dat jullie erbij willen hebben? Dat moeten we zelf ook even over nadenken. En toen hebben we gezegd, ja, doe ook maar, het is ook leuk. En dat was gewoon een waanzinnig succes. En wat wij konden niet aan haar zeggen, van joh, als je een training gaat geven, ja, let er even op dat je dit doet, let er even op dat je dat doet. Ja, weet ik veel hoe je een cursus mediteren geeft. Dus ik moest die vrouw moest ik gewoon vragen van, wat wil je? Nou, ruimte en een beetje gezellig. Oké, nou, hier ga ik even bellen of ik die ruimte kan regelen. En verder was dat gewoon haar ding.
En dat hebben we eigenlijk bij alle trainers toegepast. Als jij een cursus Twitter wil geven, dan heb je zelf al wel in je hoofd welke onderdelen van Twitter je wil cursus in wil laten geven. En zelfs als je mis zit, nou, dan is het een leerervaring voor jou. En dan de volgende keer hopelijk doe je het wel beter. Dus we hebben ook al die mensen hebben gewoon, gewoon hun de macht gegeven van het is jouw cursus, het is jouw lezing. Jij weet het beste wat je wil vertellen. Dus daar heb je ook wat dat betreft gewoon de vrije hand in. En dat zorgt er ook weer, hè, hoe doe je dat naast je reguliere baan? Dat zorgt er gewoon voor heel veel tijd die je niet erin hoeft te steken. Dus dat was heel positief. De laatste is eigenlijk de keuze tussen denken of doen. Ik ben, wat ik net zei, Prince 2 gaat uit, dat ben ik een beetje geschoold. Prince 2 gaat uit van eerst denken en dan doen. Je moet eerst een project initiation document schrijven, een project brief, een business case, voordat je ook maar één stap gezet hebt. Maar bij dit soort organisaties is het anders. Wie kent Nupedia? Ja? Kun je uitleggen wat het is? Kun je? Dus dat je in plaats van alles van tevoren te gaan plannen, dat je gaat doen, gaat prototypen en dat je aan de slag gaat. Ja. Ja, nou, dat is wat wij ook hebben gedaan, is dat we zijn ook niet heel erg veel na gaan denken over hoe we het allemaal gingen doen. Maar gewoon maar eens beginnen, gewoon maar eens vragen, kijken of we trainers kunnen krijgen. Nupedia is de voorloper van Wikipedia en is hilarisch in de zin dat het totaal tegenovergestelde van Wikipedia is. Ze hebben allebei hetzelfde doel, totaal verschillende aanpakken. Allebei wilden ze de beste en meest complete encyclopedie ter wereld zijn. En open en gratis beschikbaar. En Nupedia is begonnen, ook een van de oprichters van Wikipedia, in het voorjaar van 2000. En het moesten de beste artikelen worden. Het was een heel uitgebreid reviewproces. Mensen die allemaal hele ingenieuze artikelen moesten gaan schrijven. Dat allemaal werd beoordeeld, peer reviews en weet ik allemaal wat. Dat heeft 3,5 jaar geduurd, tot september 2003. Toen is de stekker eruit gestoken. Heeft iemand enig idee hoeveel artikelen ze in die 3,5 jaar tijd hebben afgemaakt? En ook 24. 24 artikelen in 3,5 jaar tijd. Als je dat vergelijkt met de enorme exponentiële groei van Wikipedia, die volgens mij na 3,5 jaar al, weet ik veel, een miljoen artikelen of zo zat, is dat een heel verschil. Het aardige is ook, het is allebei dezelfde oprichter, dus Wikipedia, degene van Nupedia heeft later ook Wikipedia opgericht. En het is eigenlijk begonnen met een zogeheten wiki, iemand die het wilde gebruiken voor zijn softwareontwikkeling of voor zijn beheersdingen. En die zei van, nou, het hoeft allemaal niet zo goed, maak gewoon eerst maar een voorlopige pagina. En dan passen we die wel later aan. Dus we beginnen er gewoon mee en dan doen we het later wel. Bijvoorbeeld, en dat uiteindelijk, daardoor dat model, groeide dat zo snel. Ze begonnen gewoon ergens. Het artikel van asfalt bijvoorbeeld is gewoon begonnen met asfalt is een materiaal dat je kan gebruiken voor op de weg. Dat is één zinnetje. Nou, als je nu gaat kijken, is pagina's lang over verschillende soorten asfalt. Hoe het is toegepast, waar het is toegepast. Wat je erin hebt, de geschiedenis van asfalt door de jaren heen. Het is gigantisch gegroeid. Dus in dit geval was het heel duidelijk van, je wilt niet al te veel nadenken, maar je wil gewoon maar eens beginnen en kijken waar je eindigt. Dat waren, toevallig kwam het ook allemaal mooi op 10 uit. Ik zal even kijken of ik nu nog aan jullie verwachtingen allemaal voldaan heb. En of ik ze nog kan weten. De een was opschaling. Jij was opschaling. Oh ja, jij was financiële middelen. Nou, de opschaling, in ieder geval, ik hoop het een beetje duidelijk is geworden, is dat we het eigenlijk gewoon maar gedaan hebben. Niet zo gek veel anders. We hebben gewoon hoog gemikt. We hebben gewoon gezegd, we hebben een soort kleine pilot hebben gedaan van 9 cursussen. Groot succes. Nou, dan gaan we er 100 doen. En dat met Open Innovatie Festival is het eigenlijk ook zo. Het begon in Amsterdam. En het jaar daarop was het in 25 organisaties en het buitenland en alles. En daar was ik niet voor verantwoordelijk. Maar dat is gewoon een kwestie van gewoon doen. En nee, laat maar. Ik wou zeggen, daar had je niet meer vrijwilligers voor nodig. Of in ieder geval, nee, want dat werd dus, dat weet je dus niet eens. Nee. Is jouw verhaal, hè? Ja, precies. Nee. Ja. Nee, en ook waarschijnlijk is het ook niet zo gek veel meer. Het neemt ook af in tijd. Ik bedoel, ik geef uiteraard wel cursussen. En dat kost, maar als ik één cursus moet geven, kost me best veel tijd om te organiseren. Het kost me bijna evenveel tijd om te organiseren als gewoon, weet je, 100. Dat verschilt dus niet zo gek veel. Als je toch gemeentebreed moet communiceren of organisatiebreed of landsbreed, ja, dan maakt niet zoveel uit of je dat nou voor 1 of voor 100 cursussen doet. Jouw vraag was over financiële modellen.
Ja, daar ben ik natuurlijk iets minder in thuis. Want het is zijn gemeentedingen. Ik weet niet of je een beetje een antwoord hebt kunnen krijgen op je vragen. Althans dat je zelf een beeld hebt kunnen vormen van hoe je dat zou kunnen invullen. Ja, ik denk in de bestaande organisatie zie ik dat heel goed voor me. Ik denk ook daarbuiten hoor. Dat wanneer je je netwerk kunt vergroten of als ZZP'er je acquisitie daarin kwijt kunt. Of nieuwe kennis kunt delen of opdoen. Dan ja. Win je natuurlijk ook een boel. Maar ik ben toch ook, ja... Misschien hierna. Ik vertellen over waar achteraf, want daar zit jij een beetje mee te jongeren. Ja, andere. Nou ja, wij... Huh? Ja, sorry. Oh, dan kunnen er twee tegelijkertijd aanstaan. Kijk, dan weet je dat eens een keer van zo'n raadzaal. Maar ja, ik ken Marieke toevallig. En ik weet dat zij ook wel zeker bezig is met pionieren in waardebepaling achteraf. En misschien wil je iets delen. Nee, nou ja, wat wij soms doen is dus met waardebepaling achteraf werkt. Mensen... kunnen kijken wat ze achteraf het waard vonden. Ja. Dat kan soms financieel zijn. Het kan soms ook zijn in andere diensten terug te verlenen. Of misschien iets wat in hun bereik ligt wat ze het waard vinden. Soms kan het ook gewoon sponsoring zijn wat je zelf zei. Van nou ja, volgende keer als jij nog een keer een ruimte nodig hebt, dan kan ik die je aanbieden. Dus dat zijn dingen waar wij ook mee experimenteren. Ja. Maar soms heb je wel te maken met kosten die je niet altijd meteen gesponsord krijgt. Als je niet onderdeel bent van een... bestaand consortium of organisatie of bedrijf. Ja. Dus dat is het gewoon meer waar ik benieuwd was hoe jullie daarmee om zijn gegaan. Maar ik snap dat wat jij hebt gedaan, dat echt binnen de gemeente is geweest. En dat is natuurlijk al heel fantastisch dat je het daar binnen hebt gekregen. Hartstikke leuk. Klopt. Nou, een van de opener van Open Innovatie Festival 2009, dus de allereerste spreker ooit op het Open Innovatie Festival, was Martijn Aslander. Ja, precies. Nou, dus die doet dat en die pioneert daarin. En voor hem zat denk ik de waardebepaling achteraf echt in het vergroten van zijn netwerk, maar niet in... Hij kreeg geen geld voor, dat wist hij ook ruim van tevoren trouwens. En dat is ook een van de redenen waarom we geen geld geven. Is omdat het ook gewoon wel weer zo helder maakt voor de sprekers. Ze weten waar ze aan toe zijn. Dus dat is een... En als ze een goed verhaal hebben, misschien dat ze een leuke vervolgopdracht eruit kunnen slepen. Maar goed, dat vooraf in ieder geval niet. Jouw vraag ging over hoe je ervoor zorgt dat je het binnen een organisatie zo breed mogelijk doet. Wij hadden heel erg mazzel dat een van de drie mensen waarmee Train Je Collega organiseerde een communicatieadviseur was. Die heel praktisch toegang had tot intranet. En dus alles wat op internet geplaatst kon worden over de hele organisatie kwam. En we hebben er ook voor gezorgd dat de filmpjes à la Henk de Jong... Dus wij gebruikten YouTube, is bijvoorbeeld echt nu een favoriet communicatiemiddel van mij geworden. Je krijgt niet heel veel views, maar je hebt wel een eeuwigheidswaarde aan views. Dus je kan wel gewoon dat filmpje kan je altijd weer naar terugkijken. Dus wij zorgden gewoon voor dat we veel content hadden, brede content en leuke content. Wij zorgden dat we heel vaak content hadden. Dus gewoon continu klein dingetje. Er is een nieuwe cursus dit, er is een nieuwe cursus dit. Je kunt je nu opgeven voor de cursus dit. Onze eerste cursus zit vol. Dat is een cursus Prezi. Dus ja, zorg ervoor dat je snel bij die andere cursus bent. Dus je moet ook heel erg nadenken in je communicatieprofiel. Dat je niet zozeer bezig bent met communicatie in de klassieke zin van het woord. Zoals je dat bij een grote organisatie doet. Namelijk je gaat kijken naar draagvlak. Je gaat kijken naar... hoe heet het? Welke groepen moeten we hoe aanhaken? Maar je bent bezig met promo. Je bent gewoon bezig om een soort wasmiddel te verkopen. Wij hebben een gratis cursus en jij kan er naartoe. Dat is je boodschap. Meer niet. En dus als dat je insteek is, dan wordt het ook veel helderder. En dan maakt het ook wel weer makkelijker voor jezelf. Maar in principe, het is dus bijna evenveel moeite om het voor een aantal organisaties te doen. Of naar een aantal faculteiten, zou je er misschien bij de UvA kunnen zeggen. Als het is om voor alle faculteiten één keer te doen. Dus wat dat betreft zou ik ook gewoon hoog mikken en kijken hoe je dat. Kijken hoe ver je komt. Ik kom even naast staan. Ja. Oké, wij moeten afronden nu. Ik wil jou heel erg bedanken voor je leuke verhaal, voor je enthousiaste verhaal hierover het nieuwe organiseren. Van het Open Innovatie Festival Utrecht hebben we nog een klein. Presentje. Alsjeblieft. Ja. Dank ook aan de deelnemers hier in de zaal. Het was nu de laatste workshop van vandaag. Maar we hebben beneden in de hal van het stadhuis nog wel even een borrel. En dus leuk dat we ook iets hebben gehoord over het Open Innovatie Festival eerder.
En het heeft een aardig doorkijkje gegeven, dacht ik. En ik hoop dat iedereen daar iets van kan meenemen. Dankjewel. Wij gaan hier afsluiten ook met de livestream. Morgen is er nog een dag van het Open Innovatie Festival Utrecht. Wat er morgen te doen is aan workshops is te zien op de website www.oif2011.nl/Utrecht. Onder andere is dat de workshop Virtueel Utrecht, de stad in 3D. Dan hebben we nog de augmented reality wandeling in het stationsgebied. Dat is er ook één. Dus ik zou zeggen, kijk nog eventjes op de website. Ondertussen denk ik dat het twitteren toch nog even doorgaat. Op hekje OIF030. En wij gaan hier het licht uitdoen en naar de borrel. Bedankt.